Veel plezier. Ja, succes. Goedemorgen, het is 11 uur hier in Amsterdam en het is dus tijd voor de tweede Leopard Lessons webinar. En vandaag, nadat we het vorige keer gehad hebben over identity en blockchain, gaan we het hebben over exchange of real estate data en blockchain. En dat doe ik niet alleen, want dat doen we aan de hand van een klantproject die we gedaan hebben met SBR Nexus. En ik zit hier aan tafel met Frank Kerstens en met Jeroen van Mechelen. Welkom heren. Dank je. Hallo Olivier. Ja, leuk dat jullie hier zijn. Wellicht dat nog niet iedereen jullie kent, dus wellicht handig om even voor te stellen. Frank. Ja. Frank Kerstens, werkzaam bij SBR Nexus als lead real estate. En ik hou me eigenlijk bezig met alles wat met vastgoed en data te maken heeft om wat uit te wisselen tussen partijen. Ja, en jij bent eigenlijk de aanjager geweest van dit project, hè? Absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, en Jeroen, jij hebt dat project dankbaar opgepakt, volgens mij. Wat is jouw rol even voor de kijkers? Zeker, ik verzorg de techniek bij Ledger Leopard en ik heb de technische uitrol van het project gedaan en het projectmanagement bij ons. Nou, super. Het is een live webinar en dat betekent dat jullie vragen kunnen stellen. Dus we vinden de interactie hartstikke leuk. Dus als je een vraag hebt, typ hem hieronder in. Dan krijg ik hem als het goed is in beeld en kan ik die bij een van de heren voorleggen. Dus probeer ze echt het vuur aan de schenen te leggen. Dat maakt het altijd extra leuk. En daarbij hebben we ook vragen aan jullie om een beetje de interactie met het publiek te lokken. Dus daar beginnen we ook vandaag mee. En de eerste vraag, kleine waarschuwing vooraf. De slides zijn in het Engels, maar dat zou geen probleem moeten zijn. Dus de eerste vraag aan jullie. Ja, commercial real estate, daar kan een enorme efficiëntie en productiviteitsslag gemaakt worden als wij nieuwe technologieën gaan implementeren. En als het goed is, verschijnt de poll nu in beeld. En ik wil jullie allemaal vragen om daadwerkelijk echt op het antwoord te stemmen. Antwoord A, ja, er is nog een hele hoop te winnen omdat we veel last hebben van data inequality en heel veel papierwerk. B, ja, er zijn een paar gains te winnen, maar eigenlijk hebben we ook al heel veel gepakt. Of antwoord C, nee, de real estate of de commercial real estate industrie is al super efficiënt. Dus toets in je antwoord en ik zie dat mensen in ieder geval wakker zijn. Er wordt al druk gestemd. Kijk. En het is nog niet evenredig verdeeld. Men is het redelijk eens tot op heden. Dus druk echt op het antwoord. En ja, ik ben wel benieuwd naar jullie mening eigenlijk. Is er veel te halen hierin? Ik denk dat er heel veel is te halen. Er is heel veel te halen. Ja, ja, we gaan nu een soort bias creëren bij de kijkers. Nou, ik kijk al een beetje met jou mee. Ik kijk al een beetje mee. En ik zie dat ze daar, dat de stemming die kant ook wel op gaat. Ja. Ja, ik zal de poll stoppen. Dank je wel voor het stemmen. En ik zal ook de resultaten publiceren. Als het goed is, hebben jullie nu in beeld. 92% is het wel eens dat er ontzettend veel te winnen is. En dat er heel veel information inequality is en heel veel papierwerk. Zo ervaar je dat ook? Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker het geval is. Het is ook wel bijzonder dat als je constateert dat 92% daarmee eens is, dat je ook kunt afvragen waarom dat nog steeds zo is. Als we al zo lang moderne technologieën gebruiken, dat we nog steeds met die papiergebaseerde processen zitten en elkaar nog altijd bellen en mailen in plaats van tot een digitale uitwisseling zijn gekomen. Ja. Ja, nee, absoluut. Dus blijkbaar zijn er dus nog genoeg challenges die we hebben te overwinnen. Zou je iets meer kunnen vertellen over de huidige setup en de challenges waar we tegenaan lopen, dus in de commercial real estate? Ja, zeker. Kijk, waar wij ons vooral op focussen zijn op dit moment drie partijen. Dat is aan de ene kant natuurlijk vooral de vastgoedondernemer. Mm-hmm. Die wordt gefinancierd door de vastgoedfinancier. En een vastgoedfinancier die heeft dan weer, zeker aan het begin van de financiering, maar ook tussentijds een taxatie nodig om vast te stellen of de waarde van het vastgoed zich op een juiste manier, een prettige manier voor de financier aan het ontwikkelen is en dan vaak ook voor de vastgoedeigenaar. Ja. En als we dan kijken naar de uitdaging van de vastgoedeigenaar, die zit op een heleboel informatie die verzamelt in de loop van de tijd. En wat we dan zien is aan het begin van een traject, dus hij heeft het pand net gekocht, dan is die informatie best wel up-to-date, maar gaandeweg het traject zie je dat de kwaliteit van die informatie achter begint te lopen, omdat hij gebruik maakt van property managers en die maakt weer gebruik van partijen die het onderhoud uitvoeren aan gebouwen en zit steeds verder van hem weg.
Dus hij heeft vaak ook niet direct de beschikking over de informatie die hij nodig heeft om de kwaliteit van de informatie up to date te houden. Dus die informatie ligt heel erg verspreid? Die ligt heel erg verspreid door de hele keten eigenlijk heen die rondom het gebouw actief is. Ja. Nou, er komt eens in de zoveel tijd komt de bank langs en die vraagt van, vertel eens even, wat is er gebeurd? Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Zijn er nieuwe huurders? En ook op die financier zit een steeds grotere druk om informatie aan te leveren aan toezichthouders. Ieder kwartaal moet er een overzicht gestuurd worden aan de toezichthouder, waarin verklaard wordt hoe de portefeuille die gefinancierd is eruit ziet. Nou, voor de bank is het belangrijk dat de klant wel een hele prettige customer journey kan ervaren. En dat hij goed door kan gaan met zijn werk. En niet, dit is toch een administratieve last die hij heeft. Maar door die aanlevering op papier, via mail, handmatig werk, wordt overgenomen aan de bankzijde in databases. Zitten fouten in, altijd. Daar komt weer navraag over. Dus dat is best wel een behoorlijke effort. Dus echt nog een heel erg papieren proces. Het is heel erg foutgevoelig. Heel erg foutgevoelig. Daarbij heb je ook niet de beschikking over de juiste informatie, niet de accurate informatie, waardoor op het moment dat je een krediet aan het beoordelen bent, fouten maakt, het lang duurt, nog een keer navraag doet bij de klant. Joh, ik mis nog even een documentje, heb je dat nog voor me? En je wil juist snel en accuraat een antwoord geven op de kredietvraag die de klant heeft. Ja. Dus. Nou, dan komen we bij de taxateur. Die heeft ook een steeds verdergaande zorg om te voldoen aan allerlei richtlijnen vanuit de NFVT en de RICS. Moet zich voortdurend bijscholen en up-to-date blijven. Maar wat hij ook krijgt, is vanuit de bank een setje aan informatie, als je dat al krijgt, dat is ook een veelgehoorde klacht van taxateurs, dat hij dan handmatig in moet voeren in zijn eigen taxatietool, waar ook weer handmatig werk in zit, wat hij gaat verifiëren bij de vastgoedeigenaar, die opnieuw de vraag krijgt van klopt dit eigenlijk wel, die dan ook weer een setje informatie aanlevert. Dus dat is ontzettend tijdrovend werk, dat verzamelen van informatie en het invoeren van informatie in die verschillende systemen. Daarbij zien we dat er steeds meer data beschikbaar komt. Dat er steeds meer openbare data gebruikt kan worden om de kwaliteit van locaties te beoordelen. Dat het ook gebruikt wordt in automatische waarderingsmodellen. Ik denk dat de rol van de taxateur steeds verder gaat verschuiven van een dataverzamelaar en dat bij elkaar brengen en dan analyseren naar het valideren van de data die aangeboden krijgt. En daar zijn expertise overheen legt om vast te stellen wat de waarde van een object eigenlijk is. Ja. En dan zie je dat door die hele keten heen, dat hele proces samenhangt van ontvangen van een PDF of een Excel via de mail, handmatig overnemen in een eigen database om een assessment te doen, doorsturen naar een volgende partij die weer in een andere cel werkt, dat ook weer handmatig overneemt en een assessment op gaat doen. Dus je krijgt eigenlijk een soort stortvoet aan data en ook nog in allemaal verschillende databronnen in zichzelf. Absoluut. Ja. Ja. Brengt ons eigenlijk automatisch bij een leuke vraag voor het publiek in deze. Dus, en als jullie zelf vragen hebben, typ ze hieronder in. Maar we zullen deze vraag weer bij jullie neerleggen. De tweede vraag namelijk. Data becomes an obstacle to the delivery of the technology promise. Oftewel, gaat data in de weg zitten om überhaupt nog technologie of de belofte van de technologie uit te kunnen voeren? Want we hebben dan heel veel data, heel veel verschillende plekken. Wederom een kleine poll. Ja, het begint zeker in de weg te zitten. Het hangt van de technologie af die we gebruiken. Of nee, dat is nog niet zo erg. En Frank, jij gaat hem zo meteen iets verder duiden ook, hè? Deze vraag, daar hebben we een mooie slide voor. Dus we zijn benieuwd naar jullie reactie. Hier zien we een hele mooie evenredigheid. Dus sommigen zien het als een obstacle. Er is in ieder geval iemand die het nog niet als een obstacle ziet, of zelfs twee. Maar de meeste mensen zeggen het hangt een beetje af van de technologie die we gebruiken. Ik hoop dat dat een beetje de blockchain aanhangers zijn in deze. Dat hoop ik ook. Dus vandaar. Er wordt driftig gestemd, heel mooi. Dank jullie wel hiervoor. Ik zal de poll weer displayen in dit geval. 65% zegt het hangt inderdaad af van de technologie die we gebruiken. Een paar mensen zeggen nee, het is geen obstacle. En een groot deel geeft nog wel aan hoe dit een obstacle kan zijn. Zou je hier iets meer over uit kunnen wijden, Frank?
Zeker. We hebben... je hebt het plaatje al voor. Misschien eerst even op dat plaatje ingaan. Wat is het, zoals we het vandaag de dag doen, en dat handmatig uitwisselen van informatie. Dat is heel makkelijk als mens, hè, want je krijgt een dataset aangeleverd en als je iets niet begrijpt, dan stuur je een mailtje terug van wat bedoel je precies. Of je belt op en je krijgt daar wat duiding over van hoe in welke context die informatie gezien moet worden. Dat is de mens-tot-mens interactie. Als je machines met elkaar laat praten, dan wordt dat heel anders. Want een machine die krijgt een dataset binnen en die kan die dataset eigenlijk niet meteen beoordelen. Die doet daar iets mee op het moment dat hij die dataset ontvangt en zegt van ja, dit ga ik ermee doen. Dus het kan zijn dat hij hele verkeerde dingen gaat doen. Dingen die hij helemaal niet zou willen. En dat hangt ook af van de kwaliteit van de dataset. Nou, om dan in te gaan op die antwoorden, een beetje afhankelijk van de technologie die gebruikt wordt. Wat wij zien is dat er steeds meer data beschikbaar komt. En wij hebben ook wel experimenten gedaan. Om te kijken of we met bepaalde data binnen de bank, transactiedata, iets zouden kunnen. Wat we dan zien is dat heel veel van die data, die is flawed. Er zitten mankementen in. Mm-hmm. Dus je moet de data zien te vinden, ophalen. Dan moet je de data gaan schonen. Dat betekent dat je van een hele grote dataset 40% moet weggooien, omdat je het niet kunt gebruiken. En dan moet je ook nog eens een keer van die dataset die je overhoudt, de missende data of fouten gaan proberen te fixen. En uiteindelijk is de kwaliteit van de data die is zo ontzettend belangrijk om tot goede resultaten te komen, dat het niet zoveel uitmaakt welke technologie je gebruikt. We hebben wel eens gesproken ook over toen ik begon met het eerste project in blockchain technologie. Nou, hartstikke leuk dat we dit nu immutable, verifiable vast kunnen leggen. Maar als we rommel immutable en verifiable vast gaan leggen, ja, dan weten we dat we rommel hebben vastgelegd, maar eigenlijk hebben we nog niks opgelost op dat moment. Ja. En dat is ook wel de rol die SBR daarin op zich heeft. Want SBR die is eigenlijk hiervoor in het midden geplaatst, toch? Ja. Dus als je iets meer kan vertellen over SBR zelf, SBR is in 2008 opgericht door de drie grootbanken, ABN AMRO, ING en Rabobank, als het financieel rapportagescollectief. En dat is toen begonnen om het kredietproces en het bankenlandschap te digitaliseren en te automatiseren. En in de eerste aanleg is dat vooral gericht geweest op het digitaliseren van de jaarcijfers, de jaarcijfersstroom. Zodat banken krijgen dat ook als PDF binnen. Nou, nu krijgen ze het als dataset binnen en kan het meteen de ratingsystemen in. En hoef je als medewerker binnen de bank, was de gedachte, eigenlijk niks meer te doen aan die data en kun je meteen een rating eruit halen. Zonder dat je dat je daar iets mee aan hoeft te veranderen. Mm-hmm. 2008 is best wel een tijdje geleden en er is best wel wat over gestoeid en gesteggeld hoe dat eruit zou moeten komen te zien. Want de banken vroegen ook veel data die helemaal nog niet beschikbaar waren bij de ondernemer of bij de accountant. Dus daar is een slag in gemaakt en is veel meer gekeken naar op welke manier kunnen wij de data die al beschikbaar is in de markt bij de ondernemer en bij de accountant gebruiken om die over te brengen naar de bank. En daar is vooral gekeken naar wat is er al in de Nederlandse taxonomie beschikbaar en hoe gaan wij voortbouwen op die taxonomie. De taxonomie is een heel belangrijk onderdeel, een hele belangrijke pijler onder SBR Nexus en de dienstverlening van SBR Nexus. Ja. Wij maken samen met de markt afspraken over de taal die we met elkaar spreken. Ja. Over wat betekent welk veld. Want jullie staan echt in het midden eigenlijk gepositioneerd in die sector. Hè? Dat kunnen ze nu ook in de slides zien. Ja. Dus jullie zijn echt een soort centrale speel tussen al die informatieverstrekkers. Klopt, ja. Wij zien onszelf als een ketenregisseur. Maar dan vooral de dataketen. Hoe kunnen partijen die niet tot dezelfde organisatie behoren, met een gemeenschappelijke taal en een door ons neergezette gedeelde infrastructuur, digitaal met elkaar communiceren. Ja. En als je kijkt naar het plaatje wat je nu naar voren hebt gezet,
Dat is dan het, meer de vastgoedhoek, mm-hmm. waar SBN Nexus nu zich ook in beweegt sinds een jaar of vier. Welke stromen wij daarin faciliteren, dat zijn op dit moment vooral de stroom tussen de vastgoedeigenaar en de bank. En dan de bank weer naar de toezichthouder. Maar er zit ook een andere stroom, dat is de investeerder. En zeker grotere investeerders, die hebben eigenlijk dezelfde soort verplichting richting de toezichthouder als banken hebben. Dus die zou je eigenlijk op een gelijk niveau kunnen zetten als de vreemdvermogen verschaffer. Ja. Waarbij de vreemdvermogen verschaffer vooral naar het risico kijkt. Mm-hmm. En de eigen vermogen verschaffer, de investeerder, die kijkt vooral naar het rendement. Ja. Maar eigenlijk beoordelen ze ongeveer dezelfde criteria. Mm-hmm. Nou, en wij bewegen ons dan voornamelijk tussen, in de uitwisseling tussen de vastgoedeigenaar en de banken. Ja, waarbij jullie een paar specifieke rollen pakken. Hè? Dus jullie houden je bezig met de taxonomie, ja, met infrastructuur. Ja. We hebben een webservice waar mensen kunnen aanloggen en hun dingen kunnen doen, zelf kunnen opvoeren. Maar vooral proberen wij de verbinding te leggen tussen software in de buitenwereld, mm-hmm. aan de ene kant, via onze infrastructuur te leveren aan op dit moment de banken. Maar wij werken ook voor andere partijen, bijvoorbeeld brancheverenigingen als Bouw in Nederland, die ook gebruik maken van deze infrastructuur en op die manier data gaan ontvangen. Ja. En we willen dat naar de toekomst uitbreiden naar degene die informatie nodig heeft in dit vastgoed-ecosysteem, die zou een beroep kunnen doen op de API's van SBN Nexus. Ja. Hey, jij hebt bij het aanleveren van de slides een specifiek proces eruit gepakt. Mm-hmm. Dat was ook gerelateerd aan het project wat we gedaan hebben? Of? Mm-hmm. Ja, dat klopt. We hadden, even kijken, in 2019 zijn we gestart met het project huurinformatie digitaal uitwisselen. En eigenlijk, de onderligger daarvoor is het vastgoedfinancieringsproces. En er zitten een aantal stappen in dat proces die iedere keer, niet alleen bij vastgoedfinancieringen, maar we hebben het nu specifiek voor vastgoedfinanciering gedaan, doorlopen moeten worden. Er wordt een aanvraag gedaan, daar zit een dataset bij. Die wordt beoordeeld door de bank. Dan moet er moet dus informatie aangeleverd worden, zoals huurinformatie en gebouwinformatie. Dan komt de bank op een gegeven moment tot het punt dat het getaxeerd moet worden. Dan wordt die informatieset naar de taxateur gestuurd met een opdrachtbrief om te gaan taxeren. De taxateur doet zijn werk, de informatie komt terug van de taxateur in een dataset en niet per se meer een PDF. En zo kan de risk-medewerker en de relatiemanager bij de bank beoordelen of het krediet in good shape is en verstrekt kan worden. Ja. En onze rol daarbij is om al die verschillende uitwisselingen digitaal aan elkaar te verbinden. Ja, want daar begon eigenlijk ook weer terugpakkend waar we begonnen. Hè? Allemaal mm-hmm. verschillende databronnen, veel, ja, data-uitwisseling. Daar begon ook de grootste uitdaging eigenlijk in het huidige model. Dus, ja. Het huidige model is het uitwisselen tussen mens en mens. Het is heel eenvoudig eigenlijk. De bankmedewerker stuurt een bericht aan de klant. En vraagt, mag ik een update van de huursituatie? Mm-hmm. Dat is een mailtje of een telefoontje, of wat dan ook. En de klant die zegt van, alsjeblieft, hier heb je het. Die gaat in zijn eigen Excel of in zijn eigen vastgoedsysteem kijken. En die haalt dan die informatie daaruit op en stuurt dat in de vorm van een Excel of een PDF naar de bank. Wat wij in het project gedaan hebben, wat onze hoofddoelstelling was, kunnen wij die huurinformatie nu digitaal gaan uitwisselen. De klant heeft het mogelijk al in een vastgoedsysteem zitten. Of gebruikt Excel, of doet het op een andere manier. Kunnen wij ervoor zorgen dat die informatie die ofwel aan de klantzijde al gedigitaliseerd beschikbaar is, mm-hmm. dat hij die in één keer kan doorsturen naar de bank via onze gateway. Of dat wij een oplossing bieden waar die, als hij geen gebruik maakt van property management software, waar hij dat zelf kan invoeren en op die manier naar de bank kan sturen, zodat aan de bankzijde geen datatype werk meer nodig is. Ja, dus het is eigenlijk één stapje verder. Dus vanuit het puur reactief informatie opsturen, ja,
Als attachment naar, ja. Vanuit mijn systemen stuur ik het door. Stuur ik het door naar jullie. Ja. Nou, dat is nu gelukt. Ja. Dat loopt. We zijn net begonnen met een soft launch van een aantal klanten. Mm-hmm. Die daar nu gebruik van maken om het handmatig in te voeren en aan de bank te sturen. We zijn er ook in geslaagd om een softwareleverancier REMS aan te sluiten op SBN Nexus. Dus vanuit een REMS-database kan u ook via de infrastructuur van SBN Nexus huurinformatie aan de bank worden aangeleverd. Dus die twee trajecten die zijn geslaagd. Mm-hmm. Technisch liggen de oplossingen er en zijn we dat nu aan het uitrollen. En ook van het uitrollen leren we weer. Hè, wat gebeurt er dan in zo'n traject? Maar het blijft een reactief en time-based proces waar we in zitten. En dat is ook... Dus je wil eigenlijk de next step gaan nemen. Eigenlijk wil je de next step. Eigenlijk wil je als bank... en nu vraag je ieder half jaar of ieder kwartaal vraag je om een update aan de klant. En wat je eigenlijk wil, is dat op het moment dat die klant iets verandert, dat er een aanpassing plaatsvindt, dat je als bank een signaal krijgt van, joh, er is wat veranderd in die database bij de klant. Er is een nieuwe huurder gekomen, of er is een huurverhoging geweest, of er is een huurder vertrokken, wat dan ook. Ja. En dat je dus als bank een signaal krijgt van, hey, er is wat veranderd. Ik haal meteen ook even die verandering op uit de database van de klant. En retrieve. En nou ja, daar komt dan eigenlijk die audit trail, die blockchain-laag aan de orde. Want die wijziging die heeft plaatsgevonden, die zou je vanuit dat softwaresysteem of vanuit dat handmatig invoeren weg kunnen schrijven naar die blockchain-laag, mm-hmm. waar een validatie plaatsvindt van de wijziging. Ja. Ik haal de dataset op uit de database van de klant, mm-hmm. Omdat ik luister naar wijzigingen. En aan de hand van die hash die ik vind op die blockchain, kan ik ook valideren dat ik de juiste informatieset heb opgehaald en kan dat toevoegen aan mijn eigen database. Ja, nee, dat brengt ons eigenlijk automatisch bij de volgende vraag. En ook voor jullie, hè, als je vragen hebt, stel ze, dan kunnen we het voorleggen aan Frank, dan wel Jeroen in dit geval. Maar dat brengt ons eigenlijk bij de vraag voor jullie. Ja, jij stuurt er al een beetje op volgens mij, maar ja, zou blockchain in deze future situatie die we net beschrijven een mooie solution kunnen bieden voor de oplossing? Nou, nee, er zijn andere technologieën meer suitable. Ja, zeker zou het een mooie oplossing kunnen bieden, of antwoord C, nog niet, want blockchain is te open en te immature op dit moment. Dus typ hier in je antwoord. Nou, de eerste believers hebben al heel snel op ja geklikt. Terwijl jullie stemmen, er is een vraag. Vraag van Pluscare. Dankjewel, Pluscare. Ik denk dat het een nick is. Hoe en aan wie wordt de data ontsloten en met welke autorisatie? Nou, een hele interessante vraag. Kunnen we zo meteen denk ik ook nog wat verder op ingaan. De eigenaar van de data, dus de vastgoedeigenaar, die kan in dit systeem bepalen aan wie die de data ontsluit. Dus wie mag volgen wat er gebeurt op dat gebouwpaspoort, wat is weggeschreven. Dus, het is echt een consent van de eigenaar? Het is een consent van de eigenaar die dat doet. Ik probeer het gas niet voor de voeten van Jeroen weg te maaien. Dat gaan we ook zeker niet doen. Dus, een soort sidecast van de wereld draait door. Dus ik hoef niet zoveel te zeggen. Ja, maar Pluscare, we komen er dus op terug. Dus, maar goede vraag, dankjewel. Absoluut. Als er meer vragen zijn, stel ze uiteraard. Ik zal ondertussen de poll stoppen. Ja, we hebben veel believers in de zaal. Ik zal het ook aan jullie laten zien. Bijna 90% zegt yes, most definitely. Dus we hebben hier wat blockchain aanhangers te pakken. Dit was ook hetgene wat jullie zagen, hè? En waarvan jij ook zei, ja, dit is prima plek waar we juist een blockchain solution onder kunnen leggen. Zeker, nou ja, je moet natuurlijk wel de voordelen van blockchain ervoor halen, dus niet blockchain om het blockchainen. Eens. En je hebt hier een keus om het centraal te doen met een soort middenpartij, of het zeg maar decentraal met de banken te doen. Don't get me wrong, maar in de kern vertrouwen die banken elkaar natuurlijk niet helemaal, maar wil je wel samen een netwerk runnen. Ik wil niemand tegen de schenen schoppen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En je wil een soort onweerlegbaar log hebben van die data waar Frank het over heeft. Ja, daar leent zich dit natuurlijk uitstekend voor. Je kan prima vergelijken met hashes of je de juiste data hebt.
En door middel van de technologie die we hiervoor gebruikt hebben met zeg maar private smart contracts, is dat een hele goede oplossing gebleken. Ja. Komen we zo op terug, gaan we zo op verder. Vraag vanuit Robert. Robert, dank je wel. De banken krijgen met enkel de data niet meteen een waarde. Het lijkt dat de banken door Nexus zoeken naar een automated valuation model. Klopt dat? Een leuke vraag. Nee, wij zoeken niet per se naar een automated valuation model. Er is natuurlijk heel veel te doen in de markt over automatische waarderingsmodellen. Ik denk dat het een hulpmiddel kan zijn. En dat we door goede en gevalideerde data zeker dichterbij komen bij een model wat gebruikt kan worden om tot een benadering van de waardering te komen. Ik denk ook dat de... Zeker in commercieel vastgoed is er nog sprake van zo'n grote heterogeniteit in het vastgoed, dat je juist die expertise van de taxateur nodig hebt om dat te duiden. Delen zullen best op automatische waarderingsmodellen gedaan kunnen worden. Waar de banken vooral naar op zoek zijn is, kan ik een datastroom op gang brengen, zodat ik voortdurend zeker weet dat ik naar de juiste data kijk en dat ik de juiste data tot mijn beschikking heb en dat ik die ter beschikking kan stellen aan een taxateur waar ik opdracht aan aangeef. Ja. Maar het een sluit het ander uiteindelijk niet uit dat dat verbeterd gaat worden. Oké, okay, ja, dankjewel Robert voor deze vraag. Blijf ze stellen. En nogmaals, leg het vuur aan de schenen van Frank, dan wel Jeroen in dit geval. Altijd leuk. Hey, en het deel wat wij met Ledger Leopard hebben gedaan, is eigenlijk het ontwerpen van het future model, ja, is onderdeel van een groter project geweest. Ja. Hè? Ja, project klopt. ABC. Wij hebben ons gericht op C. Mm-hmm. Even kort, A en B. Ja, A en B is, zoals ik net beschreef, het handmatig invoeren van huurdata en dat aan kunnen leveren bij de banken. Dat is overigens project B. Project A is het aan kunnen leveren van data wat al in een property management systeem zit. En dat aan kunnen leveren via onze infrastructuur aan de banken. En dat is wel onze primaire focus geweest. Want dat is waar we uiteindelijk mee wilden beginnen en wilden zorgen dat dat ook echt mogelijk was. Dat je in ieder geval die data kunt gaan uitwisselen. En dat is eigenlijk de basis waarvanuit we zijn gaan werken. Maar we is ook de banken gezamenlijk. Er zit wat discussie af en toe bij de banken. Maar er is ook wel consensus over. Ja, het is wel prettig als wij een vertrouwenslaag in die data kunnen brengen. Niet precies wetende hoe dat nou helemaal vorm te gaan geven. Maar laten we samen eens in dat traject stappen. Laten we beginnen met het überhaupt kunnen uitwisselen van die data. En als we daar nog een laag overheen kunnen leggen, dan zou dat mooi zijn. En daarvoor hebben wij dan in de zomer van afgelopen jaar een RFP uitgeschreven. Een aantal partijen geselecteerd. En daar zijn jullie toen uit naar voren gekomen, ja, om deze opdracht en deze klus te gaan klaren. Project C, ja. Project C. Jeroen, jij bent daar vol opgedoken toen. Ja? Ja. Nou ja, laat ik beginnen om te zeggen dat het heel prettig en leuk samenwerken was met Frank en de banken. Leuk om een kijkje in de keuken te krijgen op die manier. Intelligente mensen die al veel ideeën erover hadden. Dus ook goede blockchain teams, moet ik zeggen, en hadden al best wel een idee gevormd hoe ze het wilden hebben. Daar hebben we ook wel goede discussies over gehad en daar waren al vrij snel de mensen het over eens wat de structuur ervan zou moeten zijn. Eigenlijk begint het vaak ook wel bij een visueel stuk, dus we zijn eerst gaan kijken, oké, hoe zien jullie het nou eigenlijk voor je? En daar schetsend naartoe gewerkt en toen eigenlijk naar de onderlagen van de technologie gegaan. Zal ik daar maar mee aftrappen hoe het dan werkt? Ga je gang, ja. Ja, als ik begin, ik denk dat er ook wat kijkers zijn die ook daarin geïnteresseerd zijn. Dan, ja, we hebben eerst naar de keuze van de blockchain gekeken. En daar hebben we in het begin zo nog wel wat discussie over gehad. Want we wilden graag private smart contracts erin hebben. Omdat we setjes van data wilden gaan maken. Gebouwpaspoort waar zeg maar een publiek gedeelte op zat en een private gedeelte. Wij zijn een Parity fan. Sommige mensen bij de banken waren Quorum-fans, dus daar hebben we een robbertje over geworsteld. Uiteindelijk werd het Quorum. Ik snap niet dat, nee. Hele goede oplossing, ook gebruikt door JP Morgan bijvoorbeeld, en goed kneedbaar. Ook een stabiele techniek, dus ik ben blij met die keuze. En toen eigenlijk gaan kijken van, oké, wat willen we nou eigenlijk doen? We wilden in eerste instantie willen we zorgen dat we gebouwenpaspoorts konden maken. Maar een gedeelte van die gebouwenpaspoorts moest ook privé zijn. Ik moet zeggen...
David en Tim, ik zal geen achternaam noemen, maar hebben daar goede input op gegeven. Want die zei, oké, we maken een publiek paspoort voor dat gebouw, dat kunnen die eigenaren aanmaken. En als ze het dan met de banken willen gaan delen, waarvan ze kunnen selecteren wie dat dan mogen zien, hangen we daar een publiek paspoort aan. Dus we hebben een private. We maken een publiek paspoort. Vanuit dat publieke paspoort maken we een private paspoort. En er zat ook wel een goede gedachte achter. Want we willen eigenlijk verschillende private paspoorten kunnen maken uit een publiek paspoort om het generiek te kunnen houden. Dus nu is het voor rentinformatie, maar je kan bijvoorbeeld zien voor taxatie, voor gevels. Dus het is iets waar je op door kan, want je ziet gewoon wat Frank goed uit heeft gelegd, dat je op verschillende lagen die datacommunicatie wil kunnen doen. Nou, ik denk dat je nu de tekeningetjes voor hebt, dus daar zal ik jullie even... of niet. Daar zal ik jullie even doorheen praten. Maar het bestaat dus uit een aantal facetten. Ja. Enerzijds bestaat het uit de onboarding van de verschillende stakeholders. Nou, daar hebben we een klein SSI-sausje overheen gegooid, waarbij je de partijen die in dat netwerk zitten, in dit geval dus eigenaren, banken, SBR Nexus, dat je die kan onboarden. En dat onboarden houdt in, je stelt een vraag aan het systeem, je registreert je en wordt dan naar aanleiding van een check op verschillende facetten, wordt je toegelaten tot het netwerk. En je hebt dus een claim dat je onderdeel bent van dat netwerk die men kan verifiëren. Dat is stap 1, dus je hebt dan verschillende rollen in dat systeem. Nou, stap 2 is dat je dan eigenlijk de functionaliteit wil bieden aan de eigenaar om zo'n publiek paspoort te kunnen maken. Dus ik ga even met je mee. Dat zie je in het volgende overzicht. Dan zie je eigenlijk een overzicht van de publieke paspoorten. En die publieke paspoorten die zijn door alle stakeholders in de chain zijn die zichtbaar. Dus je kan dan zien op welke percelen er dan een paspoort zit en van wie dat is. Want dat kan je zien aan de public key in dat geval. Vanuit dat publiek paspoort wil je dus ook weer een private paspoort kunnen genereren. En aan dat private paspoort wil je dan weer huurinformatie kunnen hangen, die verschillende partijen. Correct me if I'm wrong, Frank. Als je nog wat erover wil zeggen, breek gewoon in. Hè. Het is nou mijn punt, dus je mag even praten. Zeker. Ja, ja. Nee, maar je hebt dus dan het publieke paspoort, dat kan je aanmaken. Dat hebben we op basis van de BAG gedaan. En daar kan je de verschillende percelen die je hebt op basis van verblijfsobjecten, kan je aanklikken op de kaart of het adres opzoeken. En op die manier kan je je paspoort genereren. Nou, als je daarmee klaar bent, dan genereer je je paspoort. En is dat paspoort zichtbaar voor de verschillende stakeholders. Dus dan zit het op de chain, voor iedereen zichtbaar. Je kan erop klikken, je krijgt een overzicht wat het precies is, wat er precies bij hoort. Eigenlijk vrij simpel, maar werkt goed. Nou ja, dan ben jij dus als eigenaar, wil je die data gaan delen met de verschillende banken. Zoals ik zei, die banken zijn geonboard in het netwerk. Dus dan kan je dat gebouwpaspoort selecteren en daar kan je die data aanhangen. Daar kunnen de banken dan dus ook naar luisteren. Dus jij pakt je perceel, je zegt ik ga dat private smart contract aanmaken. Ik genereer de data die daarbij hoort, die kan in any database zitten. Dus die kan in een systeem zitten of in een eigen database. Je connect het en dan wordt er een hash van gegenereerd. Die hash wordt gegenereerd om uiteindelijk er zeker van te zijn dat je het juiste setje data hebt, zodat je dat met elkaar kan vergelijken. Nou, even kort wat een hash is voor de mensen die dat niet weten. Dat is een code van alle eentjes en nulletjes. Dus als je iets in dat document of de set van document verandert, dan verandert de hash ook en weet je dat je een andere versie hebt bijvoorbeeld. Op het moment dat je hem geüpload hebt, dan kun je selecteren welke banken daar dan aan mee mogen luisteren. Die krijgen dan toegang tot dat private smart contract. Als je die selecteert en je genereert hem, dan wordt er ook nog één check gedaan. Dus er wordt gecheckt er wordt gevalideerd in de BIF of het een juiste set van informatie is op dat moment. Als je dat gedaan hebt en het staat op de blockchain, vanaf dan krijgen de verschillende banken een luisterfunctie. Dus waar ze eerst proactief alles moesten gaan opvragen, krijgen ze op dit moment een notificatie als er iets verandert in die set informatie. Dus iets verandert in die set informatie is, ik upload nieuwe data of ik zet nieuwe data in mijn systeem, wordt er een nieuwe hash gegenereerd en op het moment dat die hash gegenereerd wordt, krijgt de bank een notificatie en kan dus of checken. We hebben er wat... het is grappig, want we hebben daarna met de bank gekeken. Nou jongens, dit is het. Wat vinden jullie ervan? Ja, wij willen eigenlijk wel op die hash kunnen klikken en die data kunnen zien. Die data heeft dus, wat ik nog vergeten te zetten, die data krijgt dus ook verschillende statussen. Dus ze kunnen de status van die data zien. Ja, en dan gaan ze eigenlijk door wat Frank net uitlegde van
aan naar de hand luisteren of communiceren wat er met die data is gebeurd, wordt het proactief en worden ze dus elke keer krijgen ze een signaaltjes. Nou, daar hebben we ook zeg maar met de business naar gekeken en het lijkt gewoon dat dat heel goed past. Nou ja, wat ik daar nog over kan zeggen is eigenlijk waarom blockchain? Nou, enerzijds omdat je een trustlaag met elkaar doet en geen middenpartij hebt. De eigenaar kan zelf bepalen wat er met zijn of haar data gebeurt. Dat wordt onweerlegbaar vastgelegd. Het is eigenlijk waar bij mij elke keer een belletje gaat rinkelen als Frank zegt, ja, we hebben die verschillende systemen. En wat ik ook eigenlijk vaak roep over blockchain is een intelligente laag die je ergens naartoe tussenin legt. Nou ja, dat komt hier eigenlijk heel goed naar voren. Het is gewoon een slimme laag die communiceert tot die verschillende lagen en die verschillende stakeholders en die op die manier enerzijds onweerlegbaar vastlegt wat er gebeurt en anderzijds gewoon zorgt dat je beter kan werken met die data en daar proactief mee om kan gaan. En door die splitsing hè, tussen publiek en privaat, ja. Daarmee garandeer je dus privacy van bijvoorbeeld huurders als er huurinformatie ingezet wordt. Ja. Dat staat allemaal typisch in dat private paspoort. Ja. En in het publiek paspoort is puur algemene informatie die al publiek die al kunt vinden. Ja, eigenlijk is het gewoon laat je zien, oké, dit setje is van mij en dat de data van dat setje is publiek toegankelijk, want daarom zit die bacht er ook aan gekoppeld. Ja. Nou, het heet niet voor niets Leopard Lessons, dus wat zijn eigenlijk de lessons learned in dit traject geweest? Hoe is het ontvangen in eerste instantie? Goed. Wel dat bijzonder. Want, nou ja, kijk, het grappige is, de opdracht die we hadden gegeven was om de infrastructuur te ontwikkelen. En dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat een infrastructuur heel erg moeilijk is om te laten zien aan anderen. Ja. Want dan zie je iemand, een developer, die ergens aan de achterkant wat code zit in te voeren en dan zie je dat er ergens anders iets veranderd is. Ja. Je kunt me alles wijsmaken. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor businessmensen waar we dat dan aan gingen presenteren. Dus we hebben een aanvullende opdracht erbij gegeven. Maak het ook even zichtbaar hoe dat eruit komt te zien. Postman calls snappen ze niet. Nee, dat en dat is eigenlijk ook wat Jeroen net heeft laten zien in die slides. Dus wat een lessons learned is, ja, je moet er wel voor zorgen. Wat wij willen is die infrastructurele laag die overal tussendoor ligt. Maar ja, om die laag te kunnen laten zien, moet je er wel iets bij maken. Want die andere entiteiten zijn gewoon nog niet aangesloten. Ja. Dus, en dat helpt dus om het visueel te maken voor anderen. En op die manier hebben we dan ook gepresenteerd bij de banken. En dat is daar. We zijn begonnen met de banken, maar we zijn vooral begonnen met een aantal blockchain adepten. Die dit allemaal ontzettend gaaf en spannend en leuk vonden. Uiteindelijk brengen we dit dan naar de business toe. Om te zeggen, jongens, dit hebben we gemaakt en dit kun je ermee. En dan hoor je een reactie van, hé, maar dat is wel gaaf. Want dat betekent dus eigenlijk dat ik altijd weet wanneer er iets is veranderd in een pand. En hoef ik niet meer ieder half jaar of ieder kwartaal een update te vragen aan de klant. Overigens, ten aanzien van die update, er is een vraag van Pluscare, dankjewel. Hoe wordt de ingevoerde data gevalideerd? Ja, hele goede vraag. Want ja, het is rubbish in is nog steeds rubbish out. Ja, ja. Dat klopt. Op dit moment, er zijn validatiemogelijkheden gemaakt in de applicatie Axiom, zoals wij die gebruiken om handmatig in te voeren. Dus kun je iemand anders vragen om de data die ingevoerd is te valideren. Dus je krijgt het huurcontract, er zit een validatorrol op die dan kijkt of de data die is ingevoerd ook daadwerkelijk overeenkomt met het huurcontract. En kun je dat vervolgens weg gaan schrijven. Die rol hebben we op dit moment niet geactiveerd, want dat is een extra stap. Dus dat is een validatiemogelijkheid die erin zit. Daarnaast verwacht ik dat naar de toekomst toe steeds vaker huurcontracten niet meer op PDF gesloten gaan worden, maar digitaal gesloten gaan worden tussen twee partijen. Dus dat deze laag uitgebreid wordt met nog een rol, en dat is de rol van de huurder, die met zijn SSI een handtekening zet op het huurcontract, waarbij alle data uit het huurcontract ook op die manier zijn vastgelegd. Dat je eigenlijk twee partijen hebben die belang hebben bij de correctheid van die data, dat die op dat moment ook digitaal die overeenkomst sluiten. En dat je daarmee dus ook een validatie hebt, automatisch eigenlijk, intrinsiek in het proces. Ja. Ik denk dat daar heel vaak dingen misgaan, omdat
data niet gegenereerd wordt in het proces, maar achteraf toegevoegd wordt aan een database. Waarbij degene die het toevoegt niet doorheeft wat voor consequenties dat heeft voor degene die die data straks gaat gebruiken. Ja. En BIF heeft natuurlijk ook de validatie. De BIF heeft daarbij een rol inderdaad om de structuur van het document te valideren. En wat volgens mij ook een krachtig item is dat wanneer we gebruik maken van de software die de vastgoedeigenaar gebruikt om zijn contractadministratie in te doen, dan kun je er al wat meer op vertrouwen dat daar het juiste in zit. Want het is zijn eigen business die hij daar aan het voeren is. En dat hij daar dat er in ieder geval niet meer door typfouten bij de bank, mm-hmm, of op andere plekken bij de taxateur, dat daardoor fouten ontstaan. Dan ontstaan ze in ieder geval aan de bron en kun je ze aan de bron ook herstellen. Ja. Een andere vraag van Robert, dus dat is ter verduidelijking, denk ik. In de blockchain zelf wordt dus nergens iets gerekend, berekend. Dat is puur voor het opslaan van de hashes in dit geval. Ja. Voor de authenticiteit van de brondata. Nou ja, enerzijds gebruik je het inderdaad voor het opslagen voor de hashes, maar anderzijds gebruik je het ook voor de smart contracts. Dat is ook een van mijn lessons learned, to be honest. Ja. Die andere vorm van genereren van smart contracts, die nogmaals de jongens van de bank op die manier hebben verzonnen, is een hele mooie vorm. En ik zat altijd op de if this then that module van de smart contract. Mm-hmm. En zij hebben daar toch op een wat andere vorm in deze vorm aangegeven. Wat voor mij wel een goede les was, dat je op die manier, want toen begonnen bij mij ook veel meer mogelijkheden op te komen wat je daarmee kan. Dus dat klinkt misschien heel stom dat ik daar dan pas achter kwam, maar wij gebruikten het gewoon op een wat andere manier. Mm-hmm. Dus dat was een goede les, ja. En volgens mij zit er ook een pointer in naar waar de data je kan in sommige gevallen genereren we een gehashed pointer, zeg maar. Waarbij je een gehashed URL creëert, waarbij als je dan de locatie van de data weet en je bent ervoor geautoriseerd, dat je hierop kan klikken en die data op kan halen. Ja, ja, klopt. Oké. Een vraag van Felix ook. Waar staan de nodes? Waar draai je de nodes? We zijn net klaar met het MVP, dus de nodes staan nu nog netjes bij Ledger Leopard. En we zijn op dit moment bezig we starten met één bank om het daar te gaan implementeren, dus dat daar een node gaat draaien. Mm. En dan gaat een node draaien bij SBN Nexus. Maar uiteindelijk, een ecosysteem betekent dat je op meerdere plekken nodes wil gaan draaien. Dus voor ons is het ook nu een traject van het zoeken naar andere partners in het ecosysteem die hier ook belang bij hebben. Niet per se over huurinformatie, maar het kan ook gebruikt worden voor andere gebouwgerelateerde data. En dat daar ook partijen komen die mogelijk ook nodes gaan draaien. Ja, dat is interessant wat je zegt. Het is voor huurinformatie initieel opgezet, maar je zou eigenlijk alle gebouwpaspoortinformatie hier. Ja. Ja. Nou, over die nodes hebben we het natuurlijk ook met de banken gehad. We hebben eerst ervoor gekozen om die MVP te genereren. En voor die nodes, daar zitten gewoon nog een paar stappen tussen. Want dan zeg je, gaan natuurlijk mensen zeggen, ja, maar dat is niet decentraal. Don't get me wrong. Dat is het wel, maar als je met banken zaken doet, dat is een ander spel wat je daarin speelt. Want daar komt gewoon een hele grote pressure van compliance en legal uit. Waar dat gewoon goed moet gaan. Dus ze gaan echt niet zomaar de deuren openzetten als ze niet precies weten wat erin zit. Nou, dat hoort ook bij de afspraken die we daarover hebben gemaakt. Ja. Dus die stappen zijn we aan het maken. En Rabo heeft gewoon veel ervaring ook met die compliance en legal stukken. Daar hebben we ook wel veel met ze gedaan. Dus die stapjes nemen we nu en dan kunnen we het steeds decentraler maken. Maar we hebben nu eerst stapjes gemaakt om zeg maar te zorgen dat het systeem werkt, te valideren dat het precies doet wat het moet doen. En nu zijn we klaar om die stappen naar steeds decentraler te gaan doen. Ja. Oké, volgens mij waren dit wel ongeveer de vragen die nu vanuit het publiek komen. Nog andere lessons learned die je zou willen delen? Jij hebt dus ten aanzien van die smart contracts een mooie lessons learned gehad. En dus andere mogelijkheden of andere toepassingen van smart contracts eigenlijk hierin gezien. Nog vanuit jullie? Nou, een traject waar wij samen mee bezig zijn geweest is, leuk, dan heb je zo meteen zo'n infrastructuur, maar wie gaat dat beheren? Hoe moet dat eruit gaan zien? En wie wordt, is er een eigenaar? Of hoe werkt dat? En wordt dan alles ineens in die infrastructuur geregeld? Of zijn er ook nog entiteiten daarbuiten die iets zeggen over die infrastructuur? Wat mag gebeuren? Ja, een misvatting die je vaak hoort, hè, dat ze denken alles is in die infrastructuur geregeld. Ja. Maar vaak heb je gewoon een samenwerksverband daaroverheen die besluiten over de infrastructuur kan nemen. Zelfs in een permissionless situatie heb je dat. Alleen is dat minder geformaliseerd. Dus, ja.
En dat, nou ja, dat traject, dat, daar zijn we natuurlijk ook samen ingestapt om te kijken hoe gaan we daar vorm aan geven. Vooral ook omdat dit iets moet worden wat ja, door de hele vastgoedsector en misschien zelfs wel door delen van de overheid of het notariaat of noem maar op, gebruikt kan gaan worden. Maar die willen ook wat comfort hebben bij, ja, maar wie zit er dan allemaal in dat consortium? Of kan ik daar deel van uit gaan maken? Is het handig om daar deel van uit te gaan maken? Ja. En dat, ja, we hebben letterlijk in de ruimte die ze achter jou kunnen zien, hebben we dit uit zitten werken, ja, hoe die regels eruit zouden moeten zien in dit geval. Zeker. Ja, nee, dat was zeker een mooi traject. Dus de governance achter het hele systeem. Ja, als er geen... Oh, er komt toch nog een vraag van Robert. Robert, dank je wel. Is het kadaster niet bij betrokken om de blockchain te verbinden aan de pand-ID? Ja, hele goede vraag. Wij hebben inderdaad nauw contact met kadaster. Spreken we ook regelmatig mee. Die zijn zeer geïnteresseerd. Ze zijn nog niet zo ver gegaan dat ze ook nu al meteen een node gaan draaien en een validatorrol gaan vervullen. Het mooiste zou zijn, hè, want nu kan iedereen een gebouwpaspoort aanmaken. Dus ik kan van jouw woning, kan ik een gebouwpaspoort aanmaken en ineens staat die in mijn wallet. Ja, daar word jij niet per se heel erg blij van. Laat het niet doen. Dus ik denk dat daar een hele mooie rol voor bijvoorbeeld kadaster of misschien zelfs wel het notariaat is weggelegd om die te vervullen. Voor nu hebben wij als SBR die rol dan op ons genomen. Maar het lijkt logisch dat daar een wat meer security omheen komt. Overigens is het wel al zo ingeregeld dat je, en als ik het niet goed zeg, dan hoor ik het graag weer, maar dat je maar één keer van een gebouw een paspoort aan kunt maken. Dus als die bestaat, dat kun jij niet nog een keer een paspoort aan gaan maken op deze infrastructuur. Dus er gaan niet meerdere gebouwpaspoorten naast elkaar zweven op deze infrastructuur. Maar je kan wel de eigenaar overzetten. Je kunt wel de eigenaar, want ik kan hem daarna voor hoeveel? Ja, geen idee. Ja, overdragen aan jou? Mijn huis, dat stelt niet zo heel veel voor, dus een tientje. Nog een andere vraag, voor Jeroen denk ik deze, van Dutch BW, dankjewel Dutch BW. Bij de validatie van private smart contracts, is daar ook gebruik gemaakt van bronnen als sensordata, fotomateriaal en dat soort dingen? Nee, nog niet. Hm? Daar is het natuurlijk wel voor geschikt, maar nog niet. Nee, we hebben eerst gewoon een datastructuurtje gekozen voor die smart contracts. En die kun je gewoon uitbreiden. Dat is ook nog een lesson learned, dat je daar dynamisch mee om kan gaan. Dus dat is ook heel cool. Dat zit er nog niet in, maar daar is het wel voor geschikt. Goeie vraag. Dankjewel. En nog een vraag van Suiver. Suiver, dankjewel. Waarom ook niet gebruiken als het opdelen van certificaten voor een object? Dus investeren in een deel van een pand of dat soort zaken. Ja, dat is heel vet. Ja, volgens mij zijn daar ook de meeste ICO's in real estate op gebaseerd geweest. En geploft. Nee, dat is natuurlijk een hele vette case. En sowieso in deze tijd. Ja, de vraag is ook, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, zeker. Maar daar, kijk, technisch kan je dat natuurlijk allemaal vrij eenvoudig faciliteren. Daar hebben wij ook nog wel even over gedroomd. Ja, Maar qua legal en dat soort dingen, wij zijn er laatst ook nog mee bezig geweest. Ja, zijn daar nog wat hobbels te nemen? Daar heb je AFM en dergelijke in je nek krijgen en terecht. Dus daar moeten nog wat stapjes genomen worden. Ja, dus dat is niet de technische hurdle of de wil, maar het is vooral echt de legal kant. Ja, daar moet je echt de tijd voor nemen. Ja. Ja, hele interessante mogelijkheden die dan staan, dat je woning gaat financieren op de blockchain. Zeker. Door dat in shares en dat iedereen een... Nou ja, we hebben het al een tijdje draaien eigenlijk in Nederland, hè, met B-Landlord. Ja? Natuurlijk, maar dat was 3 jaar geleden al voor het eerst, of 4 jaar geleden al voor het eerst geïntroduceerd. Ja, heel cool. Heel veel, heel echt de toekomst, denk ik ook. Ja, leuke vraag. Dankjewel, Suiver, daarvoor. We gaan ook richting het einde. We zijn al bijna 50 minuten bezig. Tijd vliegt als we het naar ons zin hebben. Dank jullie wel ook voor de leuke vragen. Nog voordat ik afsluit, één laatste uitbrander vanuit jullie kant. Oh god, daar overval je mee. Ja, dat is mijn taak. Nou ja, wij zijn open voor contacten die zeggen, ik wil hier wel wat mee om dit groter en sterker te maken. Dus die oproep die wil ik graag doen bij deze. Ja,
En jij, Jeroen? Nou, geen uitbrander, maar nogmaals, leuk project, veel geleerd. Mochten mensen er nog vragen of opmerkingen over hebben, weet je me te vinden. Ja. Dat brengt ons bij het einde van deze tweede Leopard Lessons. We gaan de komende weken natuurlijk een beetje rare periode tegemoet, namelijk vakantie. En de vraag is, gaan we wel of niet naar het buitenland toe? Dat moet iedereen voor zichzelf weten in deze rare tijden. We gaan nog wel proberen wellicht een tussenwebinar in augustus te doen, maar zo en zo in september komt er een nieuwe webinar, waarbij we met een klant van ons die heel erg actief is in de supply chain en vooral de retourlogistiek, alles door gaan nemen hoe blockchain daar een absolute meerwaarde kan bewijzen. En tegen die tijd is ook die oplossing, als het goed is, live. Zijn we hard mee bezig in ieder geval. Dus stay tuned voor de volgende webinar. In ieder geval in september. We proberen er in augustus nog eentje tussendoor te plannen. Volg ons op de verschillende socials. En weet ons ook te vinden. We zijn altijd bereikbaar via LinkedIn, Twitter, dan wel via e-mail of andere zaken. Dank jullie wel voor het kijken. Er volgt na afloop nog een survey. Vul die vooral ook in. Daar leren wij weer van. En dank jullie wel nogmaals voor het kijken. En we zien jullie graag weer terug.